Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hallo, mijn naam is Delia van Dynamic Activities. En vandaag deel ik weer een leuke kunstles met jullie. Deze opdracht is bedoeld voor groep 5 en 6. En we gaan vandaag een soort van bordje maken. Ik ga het jullie laten zien. Kijk, het is een voorbeeldje. Het wordt een bordje met een quote. En dit heb ik eigenlijk een beetje geïnspireerd op van die Delfts bluittegeltjes. Die zie je soms wel eens bijvoorbeeld in iemands huis hangen of in de wc hangen. En dat is met die blauwe beschilderingen. En dan staat er meestal een quote of een tekstje in het midden. En ik dacht dat is wel leuk om thuis zelf te maken, alleen dan met verschillende bordjes. En je kan eigenlijk zoveel bordjes maken als je zelf wil in verschillende kleuren. Zo gebruiken we niet alleen maar blauw, maar ook andere kleuren. En dan kan je je eigen quoteje in het midden zetten. En die kan je dan later bijvoorbeeld aan de muur hangen. En dan kan je er misschien van elke kleur eentje maken. Dus dat gaan we doen. Ik heb er hier al eentje gemaakt met geel. En daar staat Enjoy the little things. Met allemaal sterretjes. En het gaat er eigenlijk om dat je moet genieten van de kleine dingetjes. Waar ik het helemaal mee eens ben. Wat heb je nou nodig? Je hebt een lineaal of een geodriehoek nodig. Je hebt verf nodig. Eén kleur is goed. Je kan zelf kiezen welke kleur. Maar je kan het natuurlijk ook met meerdere kleuren doen. Je hebt een pen nodig. Of een kleine stift. Een potlood. En natuurlijk kleine bordjes of grote bordjes. Ik vond het wel schattig om het met kleine bordjes te doen. Maar dat mag je eigenlijk helemaal zelf kiezen. Het allereerste wat we gaan doen is met de geodriehoek lijntjes trekken in het midden. En dat is waar onze tekst uiteindelijk komt. Zo. Ik heb drie kleine streepjes gezet in het midden. Nu kan je met potlood je ontwerp gaan tekenen. En je quote gaan schrijven. Dat is ook handig om dat eerst met potlood te doen. Ik heb nu de kleur rood gekozen. Dus ik heb wel zin om iets te doen met liefde. Dus mijn quote wordt love your love yourself. Eigenlijk dat je jezelf lief moet hebben. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus, en dat vind ik een mooie quote. Dus vandaar dat ik die nu in het midden zet. En dan ga ik een ontwerpje maken. Een tekening die erbij past. Dus ik vind het wel leuk om kleine hartjes te tekenen. En even kijken. Nee, maak ik een soort van krulletjes. Waar ook weer hartjes aan vastzitten. Zo, ik heb dit alvast met potlood gemaakt. Dan gaan we nu verder met de verf. Oh, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Je hebt natuurlijk ook een kwastje nodig. Die ga ik heel eventjes pakken. Ben je klaar? Mag ik even, ben je klaar? Een klein kwastje voor de verf. Excuus dat ik die net vergeten ben te zeggen, te benoemen. En dan ga je alvast een beetje schilderen. Ik ga de hartjes rood maken.
Zo. Extra rood. Aan de zijkant. Aan de kant. Ik heb nu alvast een deel geschilderd en dan laat je dit eventjes drogen en dan ga je daarna de rest met pen kleuren. Ja, ik ga het alvast eventjes doen, dus ik hoop dat ik niet te veel in de rode verf kom. Maar het is beter als je het eventjes laat drogen. Je mag natuurlijk ook zelf een quoteje verzinnen. Of gewoon op internet zoeken wat je mooi vindt. Zo. En als je nog geen bordjes in huis hebt, kan je misschien ook wel een rondje knippen. Of het misschien in een fotolijstje maken. Nog een paar zwarte hartjes erbij. Ik voel al dat de verf aan mijn hand zit. Dat krijg je dus als je het niet goed laat drogen. Ik heb nog een paar leuke kindjes. Je wordt erg druk. Dat maakt niet uit, want dat vind ik leuk. Zo, en voilà, dat is hem geworden, met Love Yourself. Nu hebben we er al twee, een gele en een rode. En ja, je kan er dus zoveel maken als je zelf wil. Ik ben heel erg benieuwd wat voor dingetjes jullie gaan maken, of wat voor zinnetjes jullie gaan schrijven, of wat voor quotes jullie vinden, en wat voor ontwerp jullie maken. Maar dat gaat vast wel goed komen. Ik weet zeker dat jullie het top gaan doen. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat jullie het een leuke opdracht vinden. Dat was hem weer. Doei doei! Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!